Bepaald doorzichtig is het niet. Nee, we zullen zien waartoe het leidt. De papieren lijken te verwijzen naar een soort geheime broederschap. De vrijmetselaars, Monsalvatisten, Rozenkruisers. Ik stak een sigaret op en zei... Nee, lijkt me op het eerste gezicht niet. Maar ze kunnen er natuurlijk wel aan gelieerd zijn. Laten we de papieren eens doorlezen. Zoals u gisteravond al aangaf, ben ik me er wel van bewust dat we iemands privacy aan het schenden zijn. Maar nu ik er een tijdje over nagedacht heb, krijg ik steeds meer het vermoeden dat Harold de koffer zeer wel bewust heeft achtergelaten. Hij is er gewoon de man niet naar om hem te vergeten. Ik blader intussen door statuten en geheimzinnige tekstfragmenten die schijnbaar zonder een vorm van orde in de koffer lagen. Aha, natuurlijk. Kijk. Hier hebben we de betekenis van de letters FVC. Ik pakte het voorblad van een bundeltje bladen met statuten. En moet je horen, Fraternité de la Veuve Celtique. Dat we daaraan niet eerder hebben gedacht. De Keltische broeders. Ik weet dat er in Nederland nog enkele loges zijn. Gebruiken die formeel ook de Franse titel? Ik kan het je niet met zekerheid zeggen. Ze spelen tot nu toe geen rol in ons onderzoek. De prior gaf me een van de teksten en zei... Kijk hier, nog meer vreemds. Vluchtig keek ik door de papieren. Deze gaan over Fatima. En hetgeen ik zo snel heb kunnen lezen is wel erg speculatief. Wacht even, Hugo. Het lijkt me beter dat we voorzichtig zijn en de schijnbare wanorde in de stapel niet verstoren. Misschien heeft dat een betekenis waar we nu aan voorbij gaan. Oh, daar kunt u gelijk in hebben. Laten we de volgorde zo laten. En de teksten één voor één bestuderen. De prior pakte een bloknoot en maakte notities van de teksten, terwijl ik enkele interessante passages citeerde. Archik, of het broederschap, heeft wel gedegen onderzoek gedaan. Ik merk dat hij zelfs niet aan de kleinste details voorbij is gegaan. Kijk, hier heb ik zijn verslag van de verschijning in Mesnilval. Hij heeft vlak voor het verlaten van het hotel, dus nog na het telefoongesprek met zijn baas, enkele aantekeningen gemaakt. Ik herken ze omdat we er kort voor zijn vertrek nog over gesproken hebben. En hier vermeldt hij zelfs het huisnummer van mevrouw Gaton in vette cijfers, Rue Félix Noir, 286. Ik liet hem de bewuste passage lezen. Een tijdje was het stil. De prior zuchtte en zei... Het getal heeft een belangrijke betekenis, tenminste als ik gelijk heb. Wellicht een vreemde coïncidentie. Hoezo? Als ik me niet vergis, heeft het getal 286 een relatie met de grote piramide van Cheops. Ik schoot haast onerbiedig in de lach. Wat wist de prior nu van Cheops? Ik had hem daarover nog nooit gehoord. Welke connectie kon er zijn tussen de oude Egyptenaren en het huisnummer van een eenvoudige vrouw in Normandië? Dat hij een erudiet en belezen persoon was, dat wist ik. Maar kennis van piramide... had ik hem niet toebedacht. Ja, Hugo. In 1963 kreeg ik van een goede studievriend het boek De Stenen Spreken van C. van der Vecht, dacht ik. Een zeer interessant geschrift dat ingaat op de bouw en de heilige geometrie van de piramide van Cheops. Van der Vecht komt in dit boek met een bijzondere theorie waarbij hij in de vorm en innerlijke structuur van de piramide en het gangenstelsel een goddelijke boodschap verborgen ziet. Hij schrijft zelfs dat er sprake is van een tijdschaal die eindigt in het jaar 2001 of 2002. Tot de ontdekking van al deze geheimen heeft het onderzoek van beroemde Engelse archeologen en wiskundigen als Flinders Petrie en Piazzi Smith een grote rol gespeeld. Als je behoefte hebt om je erin te verdiepen, kun je het boek van me lenen. De kern van zijn theorie is dat ten tijde van de bouw, bewust of onbewust, een fout in het ontwerp is gemaakt. De prior dwaalde intussen met zijn vingers langs zijn boekenkast en pakte het door de tijd gehavende lichtbruine boek. Even bladerde hij erin en wees mij toen een bepaalde passage aan. Kijk, hier staat het. De vier zijden van het grondvlak zijn namelijk geen rechte lijnen,
maar in het midden ingedeukt. Deze indeuking is voor het oog onzichtbaar, maar wel op te meten. Als gevolg van deze deuk hebben Flinders, Petrie en Piatti Smith belangrijke bouwtechnische conclusies kunnen trekken. En een zekere Davidson heeft er zelfs een metafysische betekenis aan gegeven. Uitgaand van rechterzijde van het basisvlak zou de theoretische omtrek van het stenen mortuarium namelijk 36.524 piramide-inches moeten zijn. Ik onderbrak de prior. Piramide-inches? Wat zijn dat? Oh, een oude standaardmaateenheid die nagenoeg gelijk is aan de hedendaagse Engelse inch. De werkelijk gemeten omtrek bedraagt echter 36.237,92 piramide-inches. In de interpretatie van deze cijfers door Davidson was deze fout noodzakelijk en voorzien door God. Hij zag er een duidelijke aanwijzing in van een goddelijke boodschap voor de mensheid. Oud kneelmajoor van de Vecht heeft de gehele theorie in een nieuw perspectief geplaatst en dit verwoord in zijn boek. Maar waarom? Hoe heeft u al deze informatie zo precies kunnen onthouden? Zoals bijvoorbeeld de mate van de omtrek? Dat is niet zo moeilijk als het lijkt. Hoeveel dagen gaan er in een jaar? 365. Exact en graag, Hugo. Denk eens aan het schrikkeljaar. Nu begonnen met de dagen. Was de theoretische omtrek niet 36.525 piramide-inches? 36.524. Zet een komma achter de 5 en je hebt het exacte aantal dagen van een jaar. Merkwaardig. Maar wat heeft dan 286 ermee van doen? De prior zweeg, schreef een som in de bloknoot en gaf het papier aan mij. 36.524 min 36.237,9 is 286,1, las ik tot mijn grote verbazing. Dit noemde Davidson de afwijkingsfactor, de sleutel tot de ontsluiering van de piramidegeheimen. Het typische is dat het getal 286, of een afleiding daarvan zoals 28,6, de mensheid in gebeurtenissen en beslissingen lijkt te begeleiden. Wist jij dat het landzeeoppervlak zich toevallig verhoudt als 286 staat tot 714? Deze en nog veel meer informatie vind je in de piramide, evenals Davidson en Van de Vecht uit de specifieke mate van het gangenstelsel de geboortedatum van Jezus hebben kunnen afleiden. Met enige afgunst over zijn sublieme kennis over deze oude geheimen keek ik hem aan. Je moet je er werkelijk maar eens in verdiepen. Maar als mijn gevoel mij niet bedriegt, houden de piramidegeheimen zeker ook verband met de hedendaagse verschijningen en zeker met die van Fatima. Lijkt dat niet te ver gezocht en volbaardig? Waar baseert u zich op? Alleen op het toevallige huisnummer van Gaton? Nee, Hugo. Je hebt mezelf de mate van het zandkruis gegeven. De hoogte was 153 centimeter en de beide dwarshouten ieder 28 centimeter. Beide getallen, dus ook 153, komen voor in het boek en passen in de theorie van Davidson en Van de Vecht. De vraag is nu wie Harold Arcik in werkelijkheid is. Zei ik, terwijl ik verder bladerde in de mysterieuze papieren van de journalist. De prior drukte zijn vaderlijke hand op de mijne en zei met quasi-plechtige intonatie: daar komen we nog wel achter. De prior had nog een afspraak en ik verliet daarom snel zijn kamer en dacht na over de veronderstelde relatie tussen het huisnummer van mevrouw Gaton, het zandkruis, Fatima en de oude Egyptenaren.
Ook de dagen erna bleef ik worstelen met de vraag welke rol Harold speelde in die gebeurtenissen. Welke duistere krachten gingen er schuil achter de FVC? En waarom had Harold me er niets over gezegd? Na wat speurwerk op internet kwam ik erachter dat leden van het broederschap aan een strenge zwijgplicht waren gebonden. Lid worden kon alleen op voordracht van een broeder met een hoge graad. En na een lange periode van adolescentschap kon je na beproeving adept worden. In deze dagen baarde het boek dat ik van de prior had gekregen de kennis die ik nodig had om de breuk tussen mijn studie en kennis en de nieuwe wendingen te kunnen lijmen. Mijn grootste vondst was de ontdekking dat 13 oktober 1917, de datum waarop zich het zonnewonder van Fatima had voorgedaan en waarvan 70.000 mensen getuigen zijn geweest, de 286ste dag van het jaar was. Toevallig had ook de eerste verschijning van het graskruis in IJzenberg op de 13 oktober plaatsgevonden. Nog steeds had ik onvoldoende feiten om het toeval uit te sluiten. Veel van mijn vragen schreeuwden om een antwoord. Waarom bijvoorbeeld eindigt in de interpretatie van Van der Vecht de tijdschaal van de piramide op 17 september 2001? Waarom niet op 13 oktober 2002? Want als men het getal 2002 deelt door het heilige getal 7, is de uitkomst 286. Was het toeval dat het belangrijkste gegeven van de engel in Mesnival een omineuze boodschap was? Ja. Dit is de tijd van het einde. Welke samenhang was er? Ik wist dat op dit moment slechts Harold mij daar het ultieme antwoord op zou kunnen geven. Op basis van deze conclusie besloot ik de koffer persoonlijk naar Londen te brengen en het op een of andere manier aan hem te vragen. Het was inmiddels al 17 februari en op de ochtend van mijn vertrek fluisterde de prior mij in het oor dat volgens het Bijbelboek Genesis de zondvloed plaatsvond in het 600ste jaar van Noach's leven. In de tweede maand op de 17e dag. Wees op je hoede voor het getal 17. Het heeft met vernietiging en onverhulde relatie. Dit ter ondersteuning en bemoediging. Mijn trouwe vierwieler bracht me die dag naar Engeland. Het was de eerste keer dat ik de kanaaltunnel had genomen. Een leuke ervaring. Laat in de middag arriveerde ik in Londen. Het regende en grijze, laaghangende bewolking bedekte de wereldstad. Ik verzandde in de traagstromende middagspits en zocht haast vertwijfeld mijn weg naar het Trine Hotel, waar ik al een kamer had geboekt. Als Nederlanders zijn we dit formaat van steden niet gewend. En het is altijd weer even wennen om links te moeten rijden. De A2 wentelde zich als een DNA-streng door de voorsteden van Londen. Er leek geen einde aan te komen. Intussen was het donker geworden, waardoor de stad voor mijn gevoel nog indrukwekkender werd. Zonder navigatiesysteem en door voortdurend naar mijn stadskaart te kijken, reed ik uiteindelijk, zonder verdwaald te zijn geraakt, de straat in waarin het hotel lag. Een groene neongloed spreidde zich diffuus uit langs de voorgevel van het majestueuze gebouw. Nadat mijn auto in de garage van het hotel stond geparkeerd en ik had ingecheckt, installeerde ik me op mijn gemak in mijn kamer en nam de tijd voor een lekker warm bad. Volgens de stadsplattegrond lag de uitgeverij van de krant waar Harold werkte slechts 2 straten verwijderd van het hotel, dus op loopafstand. De volgende ochtend zou ik hem bezoeken. Fris in de kleding hing ik even later zeker een half uur lang loom uit het raam naar beneden te kijken. Het Trine Hotel lag op de hoek van een ongelooflijk druk, chaotisch kruispunt. Auto's, bussen, taxis en ambulances krioelden daar als dolgeworden nietige mieren in de diepte onder mij. Onverzadigbaar werden de voertuigen aangevoerd en leken precies in het midden van het asfalt in elkaar op te lossen. Autolampen, klaksons, motoren en sirenes vormden de magische ingrediënten in deze moderne heksenketel. Aangetrokken door al deze dynamiek besloot ik nog even een blokje om te lopen en ergens iets te gaan drinken. De receptionist tipte mij dat op nog geen 200 meter lopen van het hotel het gezellige jazz- en bluescafé de Quinsail een bezoek waard was. Buiten miezerde het nog steeds en hoewel ik stevig doorliep, bekroop het verzopen katgevoel me al heel snel. Aangekomen bij het café tuurde ik door de beslagen vensters naar binnen. Het zag er het nodig om druk uit. Aan de bar waren nog enkele krukken vrij en een glas wijn was snel besteld. Op het kleine dansvloertje stonden enkele mensen te swingen bij de live muziek van een Franse bluesmuzikant.
Het publiek bestond voornamelijk uit dertigers en veertigers. Aan de andere kant van de bar zag ik een jonge vrouw zitten. Ze was alleen, maar leek toch plezier te hebben en toen ze merkte dat ik haar observeerde, glimlachte ze. Ik knikte met mijn hoofd en toastte met het glas wijn in haar richting. Ze antwoordde met eenzelfde gebaar. Enigszins verlegen keek ik naar mijn glas en dronk het in één teug leeg. Tijd om te vertrekken.